Ik werk bij ERA VWNT Makelaars en ik ben daar directeur makelaarij. Ik heb gekozen voor de MRE-opleiding omdat ik meer diepgang zocht in mijn werkzaamheden binnen de vastgoedbranche. Ik vind het heel prettig om te studeren in combinatie met je werk, omdat het ook gebleken is dat tijdens de studie eigenlijk alle onderwerpen die gepasseerd zijn direct toepasbaar waren. Concrete voorbeelden ja, zijn er tig, denk ik, op te noemen, maar ja, het waren met name opdrachten die met betrekking tot groot taxeren van vastgoedportefeuilles, rendementsberekeningen, financiële producten die daar aan hangen. Ja, daar kregen we dusdanig veel modellen voor tijdens de colleges die we meteen konden gebruiken in de praktijk. En dat vond ik heel prettig. Je kijkt op een hele andere manier naar vastgoed. Op welke manier je kunt investeren en je daar het rendement uit kunt halen. Twee onderwerpen die wel echt voor onze organisatie ook enorm van toepassing zijn, is verzamelen van big data. Wij zijn bezig met het uitrollen van een nieuw makelaarsmodel, waar die big data natuurlijk enorm van belang is, ja, hoe we dat uit gaan rollen, wat de wens is van onze opdrachtgevers. En daarnaast hebben we de verduurzaming van vastgoedportefeuilles. Ook daar ligt een groot vraagstuk voor onze organisatie om die te gaan beantwoorden voor grote partijen in Nederland. Dus ja, dat zijn twee al hele grote onderwerpen die we daarvoor hebben kunnen gebruiken of hebben kunnen inzetten. Ik raad de MRE Master Real Estate opleiding in Tilburg iedereen aan om zo je verdiepingsslag binnen de vastgoedbranche tot op een hoog niveau te brengen. Je netwerk te verbreden, je persoonlijke ontwikkeling waar te maken. En ja, gewoon enorm trots te zijn op jezelf als jij dat papiertje op het podium weet op te halen. Als je erover nadenkt om het te doen, zeg ik, ga er voor de 100% voor. Als je ook maar enigszins vastloopt in je werk, dat je het leuk vindt wat je doet, maar ja, toch net wat meer ambitie hebt en op een andere manier naar vastgoed wil kijken, ja, dan moet je deze opleiding gewoon volgen.